Kate was ongetwijfeld een van de grootste diva's was die ooit in Carré heeft gestaan. Nou, dat is natuurlijk deze vrouw. Wacht even, ik doe er even. Nee, niet Gerard Joling, niet flauw doen. Nee. Nee. Ja, het gaat heel goed. U kent haar, hè? De vrouw waarvan ooit Godfried Boman zei... Had mijn vrouw maar één zo'n been. Ik denk wel eens één zo'n arm had al perfect geweest. Oh. Zij zong de eerste versie van... Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Ja, ich bin von Kopf bis Fuß. Ja, Marlene Dietrich, ja. Ja, er is nog een nieuwe versie ooit geweest van hoofd, schouders, knieën, frame, knieën, frame. En die was van Koos Alberts. Ik vond hem geestig. Het is van Cor, hè? Dat soort grappen is allemaal... Oh, dat kan ik altijd zeggen, dat is handig. Ja. Nee, maar dat heeft natuurlijk niets met Marlene Dietrich te maken. Marlene was zo ongelooflijk, zo mooi. Zo'n goede kop, zo'n prachtig lijf. Alle vrouwen wilden Marlene Dietrich zijn. Ja. Zij was echt een ideaalbeeld. Ze was ook de ideale vrouw voor mannen, hoor. Echt waar. Zij zong namelijk, was ik nog te zeggen, het door een sigaretten. Ja, de meeste vrouwen hebben een heel pakje sigaretten nodig om te zeggen wat ze willen. En dan zijn ze nog niet klaar. Die lullen maar door. Maar zij strak. En grappig genoeg had ze liedjes, maar die sloegen helemaal nergens op. Die hadden tekst waarvan ik, geen idee. Maar iedereen vond het zo mooi, omdat ze het zo zwoel zong. Ze zong alles zwoel. Iedereen viel een katzwijn. Ze had bijvoorbeeld, een wereldhit was dat, hè, met dat liedje. Hoe heet het nou? Over die lantaarnpaal, weet je wel? Voor de kazerne, voor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Vrij vertaald is dat dus eigenlijk voor de kazerne, voor de grote tor, staat een lantaarnpaal en die tor die staat ervoor. Ja, hallo, was een hit. Een enorme hit. Met een totaal absurde tekst. Ik heb het nooit helemaal kunnen vatten. Het is helemaal een traditie geworden. Bij schrijvers was dat helemaal op een gegeven moment in om dan een tekst te schrijven waarvan iedereen dacht, huh? Op een gegeven moment had Guus Meeuwis heeft ook zo'n tekst gehad. Hij had op een gegeven moment zo'n hit met zo'n absurde tekst. Wat was het nou? Oh ja, een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Geen idee, maar ik vond het briljant. En Marlene Dietrich had dat dus ook. Gewoon een hit met niks. En ze was geweldig. Ze was ook sterk. Ze was een echte diva. Haar wil was wet. Overal op de hele wereld. Haar wil was niet aan te tornen. Ze wist het ook precies, hè. Ze regelde het helemaal. Fantastisch was bijvoorbeeld de manier hoe zij opkwam. Want ik kom nog op, ik sta gewoon. Nee. Dat was bij Marlene Dietrich niet aan de hand. Ze had er een hele toestand van gemaakt. Heeft ze haar hele leven lang op school gehad. In elke zaal over de hele wereld deed ze dit. Op het podium stond dan een groot orkest. Speel even een groot orkest. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Heel goed. En dan werd ze aangekondigd en de zaal werd dan lekker ongeduldig, weet je wel. Dus mensen dachten, ze komt. En dan werd het, op een gegeven moment gingen dan alle lichten uit. En het orkest zette dan de muziek in van, ich bin von Kopf bis Fuß. En dachten mensen, oh, ze komt. Niks, hè. Daar kwam die volgspot, werd het heel langzaam donker. De volgspot ging dan helemaal naar rechts. Niks. Bleef wel 30 seconden hangen, hè. Dat je, voel je de spanning. Dan helemaal naar links, dan naar het midden, dan weer naar rechts, dan weer naar links. Dan weer, nooit kwam ze. Duurde een half uur die volgspot. Mensen zeggen helemaal, heb ik echt 400 gulden betaald? Dat was toen gulden. Dus eigenlijk heel goedkoop. Want die is echt niks meer waard, hè, nu. Maar goed. En opeens stond ze daar dan. En opeens had ze dan, nou ja, stond ze gewoon, hing ze zo'n beetje in de touwen, in het decor. En dan was ze daar. En dan was er een staande ovatie. Een kwartier lang. Mensen juichen, huilen, schreeuwen. Marlene! Je kunt het niet voorstellen. Je ziet al die vrouwen echt helemaal. Hè? Echt, ik zie jullie denken, oh, dat ken hele haar niet. Ja, nee, maar we moeten het even doen. Anders dan snap je, ja, dat moet je visualiseren. Weet je wat, we doen het even. Ik ga af, Cor speelt dat orkest. En oké, dit is duidelijk, hè. Thank you.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns mal wiedersehen bei der Laterne wollen. Ich möchte gerne etwas singen. Hof, ciao, das begrüßen Sie. Nein, nein, nein. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine Welt und sonst gar nichts. Ich bin, was soll ich machen? Das ist meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht.